6 zoentips die je kan gebruiken om hem helemaal wild te maken. In je hoofd heb je dit waarschijnlijk al een tig keer gerepeteerd. Dus nu is het voor jou tijd om ten tonele te komen. En dan wil je natuurlijk geen plankenkoorts krijgen. Jij wilt hem een zoen geven die hij nooit meer zal vergeten. Je zal zijn lippen entertainen naar een plek in Broadway. Een onvergetelijke, tenenkrullende, orenrood aanlopende lebber. Lala. Vandaag leer ik jou 6 zoentips die jij kan gebruiken om hem helemaal wild te maken. En daarvoor maak ik gebruik van beelden uit Lang Leven de Liefde. Maar nu eerst, kom eens dichterbij, tijger. Ja, nog een klein beetje. Oh, oh, niet te dichtbij. Nog een klein beetje dichterbij. Kijk eens in mijn ogen. Zie je hoe graag ik jou wil zoenen? Lief, wat de fuck ben je aan het doen? Is dat de tweede keer? Het is een serieus datingkanaal dat we hebben. Dat was awkward. Maar nu heb ik je wel alvast je eerste zoen gegeven. You're welcome. Je kan me bedanken door te abonneren op dit kanaal. Afijn, tip 1. Zoen na een emotionele spike. Na een compliment, samen dansen of flirten. Er zijn emoties gecreëerd, zoals je hier kan zien. Je ziet hier eerst een knuffel. Diep fysiek contact. Dat is een emotionele spike. Daarna volgt de zoen. Tip 2. Maak oogcontact. Je wil natuurlijk eerst checken of je aanstaande zoenpartner wel op dezelfde lijn zit met jou. Daarnaast helpt oogcontact om de spanning op te bouwen. Dat zie je hier. Vind jij oogcontact ongemakkelijk? Ja, af en toe wel een beetje. Ja? Ik probeer mijn best te doen. Ja, ik niet. Ja, nou ja, ik voel dat eigenlijk best wel goed gedaan. Fijn. Wissel je oogcontact af met het kijken naar zijn lippen. Zo geef je hem de hint dat je wilt zoenen. Sommige mannen zijn echter wel wat meer verlegen. Dus die hebben er meer baat bij als je er ook nog een lieve glimlach bij geeft. Tip 3. Bouw de spanning op. In je hoofd wil je misschien al meteen een duikvlucht op hem maken en helemaal losgaan. Ja, dat klinkt misschien romantisch, maar de uitwerking is echt wat minder. Ik kan het weten. Dus wat doe je dan? Je leunt in en speelt met afstand. Denk jij dat hij hier potentieel meer in zou kunnen zitten of denk je niet? Ja, ik ben gewoon een mooie meid. En thanks. graag gedaan. Wil jij hem nou extra uitdagen? Kom dan met je lippen dichterbij en ga daarna plagend weer een stukje achteruit. Voel zijn adem als jij dichterbij komt. En daarna, als je weer een stukje achteruit gaat, bedoel ik ook echt een stukje. Dus dat is niet voor jou een cue om ineens naar de andere kant van Nederland te verdwijnen. Al is dat wel een verdomd goede Houdini-verdwijntruc. Wil jij trouwens niet meer dat die mannen spontaan verdwijnen? Ik weet het, oh, zo irritant. Klik dan hier en download het gratis e-book. Dit gaat je helpen om ervoor te zorgen dat je beter wordt in de liefde en die mannen volledig aan je voeten gaan liggen. Tip 4. Less is more. Je wil de zoen opbouwen en niet meteen met je tong naar binnen duwen alsof hij een soort van tandartscontrole krijgt. Kus hem zachtjes op de lippen en kijk wat je zoenpartner fijn vindt. Laat hem de leiding nemen in de tongdans, zodat je meteen weet wat je zoenpartner fijn vindt. Oh ja, en probeer niet te veel kwel te gebruiken, a.k.a. Maarten. Hoi, ik ben Maarten. Oeh ja, dat was een behoorlijk pijnlijke afgang. Dus less is more. Zachte, subtiele kusjes die eindigen in een flinke
tongworsteling is goals. Tip 5. Varieer. Bij tip 4 zei ik al dat je de zoen zachtjes moet opbouwen. Dat betekent dat je de zoen subtiel en zachtjes begint en daarna wat meer passie erin gooit om vervolgens weer terug te gaan naar subtiel en zacht. Daarnaast kan je ook variëren met wat je in de strijd gooit. Speel door met je lippen speels over zijn lippen te wrijven. Of bijt zachtjes in zijn onderlip. Ja, zachtjes. Hij hoeft niet meteen een bloedlip te krijgen. En last, maar not least, tip 6. Stap in je vrouwelijke energie. Als jij je vrouwelijke energie bij het verleiden meer wilt ontwikkelen, let dan nu goed op. Je benadert hem zachtjes. Pakt zijn handen lichtjes vast. Wrijft over zijn vingers, geeft hem een zachte aai over zijn wang. Daarna volgt een omhelzing. Kijk hem in zijn ogen, maak oogcontact en gooi die Bambi-ogen in de strijd. You got him, girl. En dan nu het allerbelangrijkste van de video. De vraag waar ik al de hele tijd op heb gewacht. Is het gelukt? Laat het weten in de reacties. Abonneer op dit kanaal als je meer tips wil. En als jij nog een leuk idee hebt voor een andere video, laat het ons dan weten. Ciao. Ciao. Bye. Haiwa. Joejoe. I had cause I said from my soul.